Wij zijn een kleine machinefabriek. Wij maken onderdelen voor diverse sectoren. Machinebouw, automatisering. Een grote klant van ons bouwt flight simulators, prototypebouw. Dat is eigenlijk van alles. We zijn heel divers. We groeien best wel hard en snel. En dus we hebben nieuwe vakmensen nodig. Die halen we van diverse scholen af. Dat gaat hartstikke goed. Ook proberen we onze eigen mensen te blijven ontwikkelen. Dat we met de tijd meegaan en nieuwe technieken gebruiken. Persoonlijk vind ik het ook erg leuk om nieuwe vakmensen op te leiden. Ik verwacht van iedereen dat ze hun kennis delen. We zijn geen eilandjes. De kennis die hebben we met elkaar. Het makkelijkste is om dat ook gewoon te delen. Degene die hier wat langer lopen, die helpen degene die er wat korter lopen. Zo heeft iedereen op een gegeven moment hetzelfde niveau. Het is fantastisch als hier jonge mensen binnenkomen en ze verwachten dat ze moeten gaan vegen. Maar nee, wij zetten ze meteen achter een computergestuurde machine. Want iedereen kan tegenwoordig met een smartphone omgaan. En de besturing, die lijkt daar enigszins op. Dus dat pakken ze heel snel op. Dus ze kunnen ook heel snel ook echt producten maken. Ja, en dat vinden ze zelf natuurlijk ook helemaal geweldig. Ja, leren is wat mij betreft iets wat je altijd moet blijven doen. Want als je stopt met leren, dan sta je stil. En stilstand is achteruitgang.